Wij moeten de schrijfvaardigheid van onze leerlingen toetsen en niet die van ChatGPT. ChatGPT. Het werkt heel simpel. Je typt een vraag in op de computer en het programma maakt er een compleet verslag van. Onder leerlingen is het razend populair. Ik gebruik het zeker wel eens. Als de robot dit soort dingen zou kan schrijven, waarom zou je het zelf dan nog moeten kunnen? Als je het door de computer laat doen, dan kost het gewoon niet zoveel tijd. Ja, het is natuurlijk bizar dat je letterlijk elke vraag aan zo'n ChatGPT kan vragen en er hele verslagen uitrollen. Het is wel heel handig, ja, want ik had het nog doorgelezen en dacht ik. Dat ik zelf echt nooit kunnen schrijven. We kunnen compleet verslagen uitrollen, boekverslagen van alles. Zoals ook gebruikt voor profielwerkstukken hoorde ik. Dus uh, het is wel een gevaar voor het onderwijs. Dat leraren er bang voor zijn, snap ik wel. Want als al je leerlingen nou ineens alles via de computer gaan doen, dan leren ze ook niks meer. Toch vinden veel leerlingen dat docenten er maar mee moeten leren leven. Intelligente computerprogramma's zijn nu eenmaal de toekomst. Maar docenten zien het anders. Willen we nog wel. De schrijfvaardigheidsopdrachten op deze manier toetsen in het onderwijs. Moeten we niet kijken naar alternatieve vormen. Schaf de getypte schrijfexamens af. Dus laat leerlingen niet meer een betoog of een beschouwing typen. Maar laat het ze gewoon met de hand schrijven. Ik weet niet of dat per se een goede oplossing is. Ik denk dat als we in de toekomst gaan, alles digitaal, dat dat eigenlijk een compleet nutteloze vaardigheid is om te hebben. En dat je veel beter gewoon heel snel kan leren typen. Want. Als je bijvoorbeeld een toets moet afnemen en je met de hand moet schrijven, ben je, denk ik, twee keer zo lang bezig dan als je typen moet doen. Ik weet niet of je echt voor een oplossing moet zoeken. Want ik denk niet dat die er echt komt. Ik denk dat je gewoon. Ja, moet accepteren. Toch blijft Forkhan alles uit de kast trekken om misbruik van ChatGPT te voorkomen. Ik pak allemaal je sift en kleurtjes erbij. Maar het gebruiken van het slimme programma blijft verleidelijk. Ja, klopt. En vooral omdat het gratis is, dan uh, is het super makkelijk. Ik denk qua spelling en misschien taalgebruik dat het wel intelligenter klinkt dan ik zelf. Maar je kunt natuurlijk niet zien of ik het zelf heb geschreven of de robot. Ik ben blij dat ik geen docent ben.